Bo Wagemaker en Marijke Groenewoud zijn de leidsters in het klassement. Zowel het tablettenpak voor de beste sprinter en het algemeen klassement Marijke Groenewoud. Een wedstrijd die heel onrustig was, maar uiteindelijk ontstond er een kopgroep. Merel Bosma, Ankie Ietsma, Loes Aardegeest en ook Chantal Hendricks. Ze kregen hulp van ploeggenoten, maar als het genoeg was... Vorige ronde was het verschil nog 11 seconden. Ja, dat zou dan zeker net. De kopgroep moet wel echt wel blijven rijden, want anders kan het ineens rap. Zeker met die hele 1200 meter. Iets minder, want we rijden binnen-binnen, zoals dat zo mooi heet. Ja, ja, maar dan kan je gaan, die is flink aan het sleuren. Is heel hard aan het sleuren. Ja. Het verschil, 9 seconden. Oei, oei, oei. Het is nog maar 9 seconden. Ja, in de ronde Remanon nu 1,8 seconden sneller. Maar goed, nog maar 2 rondjes te gaan als ze bij de streep zijn. Oh, dat moet... Ja, ze kijken ook, hè. Kopgroep is aan het kant kijken. Wat gebeurt hier? Ja, ja, die willen het ook niet, niet laten gebeuren dat het peloton er dan alsnog aankomt, natuurlijk. Ja. Ik kan wel de druk bij Merel Bosma ook wel voelen, want die heeft natuurlijk die ploeggenoten gehad die zich opgeofferd hebben voor haar. Ja, precies. En daar gaat Chantal Hendricks. Rikt ook, ja... Manon Kammerga heeft de werk gedaan. Ja. En voor het peloton is het natuurlijk ook, je ziet ze steeds meer, maar het gat is nog steeds heel groot, hoor. Chantal Hendricks. Chantal Hendricks geeft nu gas. Chantal Hendricks en Merel Bosma gaat mee. Loes Aardegeest, die moet lossen. Lijkt het. En Ankie Ietsma, die zit nog op het vinkje. Komt heel dichtbij, hoor. De bel. En we kijken met Merel Bosma, Chantal Hendricks, Ankie Ietsma. Loes Aardegeest, die moeten. Marijke Groenewoud met Imke Vermeer. De nummers 1 en 2 van het klassement, die komen hard, hoor. Ze zijn allemaal kapot, ze geven alles wat ze nog hebben. Die komen heel, heel hard. Bosma aan de leiding. De peloton komt er heel hard aan. Bosma, Hendricks, Ietsma. Het is echt heel spannend dit. De peloton Bosma. Komt eraan met Marijke Groenewoud, die heeft veel meer snelheid. Meer. En dan komt Marijke Groenewoud uit. Ze gaan eroverheen. Ze gaan er nog overheen. Marijke Groenewoud. Imke Vermeer. Merel Bosma derde. Ja, er was een groepje weg. En ik zag dat we dichterbij kwamen. Ik dacht, ik moet vroeg aangaan. En het was gelukkig genoeg. Dacht je nog dat het zou gaan lukken met 10 ronden te gaan? Nou, eerst niet. We moesten er wel goed voor rijden. Kelly en Lisa hebben echt super werk gedaan. Maar ja, elke ronde kwamen we dichterbij. En die andere meiden keken naar elkaar. Dus daar kon ik van profiteren. De wedstrijd ten opzichte van gisteren was totaal anders, hè? Ja, zeker weten. Gisteren was het meer een optocht. En dit was wel echt een wedstrijd, ja. Hoe zuur is het voor die kopgroep? Ja, heel zuur natuurlijk. Als je zelf in de kopgroep zou zitten, zou je het ook niet leuk vinden. Maar voor mij is het wel mooi.